We zijn hier roggen aan het maaien op het ons roggenveldje bij het Beekluspark. En dat doen we elk jaar. En de mannen die maaien de roggen en de vrouwen die binden de roggen aan schoven. En niet in spijkerbroek, hè? Niet in spijkerbroek, in de traditionele witte dracht. En de heren hebben ook werkkleding aan met een hoedje op tegen de zon. Johannes ten Velde, zeg, wat een mooi pak, hè, Jan? Ja, dat is voor vandaag. En dit was wat de kinderen zeg maar, vroeger draagden bij het helpen op het land. We zijn oogstgroep Almelo en we proberen de traditie van handmatig roggenmaaien in stand te houden. Dit is een zicht. Het is eigenlijk een soort zeis, maar een zeis is voor gras. En een zeis heeft altijd een heel lange steel. Dan sta je met recht terug bij en dan maai je zo. Maar een zicht die is zo ontwikkeld, vroeger in de oudheid, 19e eeuw denk ik, misschien wel eerder. De Romeinen deden er al mee, die hadden zo'n heel kort zichtje. Maar dit is echt een zicht, ja, die is. Er zit een handvat aan, een soort hand. Het komt uit het bos, een natuurstuk hout. Er zit een handvat aan en er zit zo hier zo'n begeleidstuk. En dan steek je je hand dan net voor. En dan kun je een mooie slag maken. Die roggen die gebruiken wij om te oefenen voor het darsen. We hebben een kampioenschap darsen met vlegel. En daar moet je voor oefenen en daar hebben we oefenmateriaal voor nodig en daar gebruiken we deze roggen voor. Ja, ik moet het voor mijn moeder doen, maar ik vind het zelf ook wel mooi, want het is zeg maar wel een beetje boerenwerk. Maar ik vind het ook wel mooi zeg maar, hoe het verschil is van vroeger en nu, want nu gebruiken ze zeg maar echt grote machines. En dat ze eigenlijk dit te vergelijken is met vroeger, vind ik heel mooi. Mooi dat u gekomen bent, ook van harte welkom. Naast een welkom neem ik in het kort even mee in de geschiedenis van zo'n 82 jaar Leuwik. 1937, Bernard en Hendrik Leuwik, beide metselaars, begonnen als zelfstandigen en hebben het bouwbedrijf opgericht. Als je dan terugrekent in de geschiedenis van mijn start bij Leuwik in het belangrijke jaar 1979 tot op vandaag 2019, betekent dat naast dit prachtige moment ik mijn jubileum mag vieren van wel liefst 40 jaar dienstverband bij Leuwik. En dan begrijpt u dat vandaag een van de mooiste momenten uit mijn leven is. Apertrots ben ik ook dat ik hier mag staan. Het is de bedoeling dat we naar buiten gaan. Dus onderweg is er een lekkere prosecco. Die nemen we mee. Ik moet er even een paar woorden zeggen en dan open ik de deuren. Dan lopen we door de machinale werkplaats, gaan we naar de voorkant waar het officiële moment gaat plaatsvinden. Ja, ik kan nu gewoon commentaar geven op de camera, want het wordt allemaal vastgelegd. Ik wens jou heel veel succes met jouw mensen in dit prachtige bedrijf. En ik ben ervan overtuigd dat als straks dit doek valt, dat een heleboel mensen die hier over die Rijksweg rijden, elke dag, want hierachter zit een fantastisch logo, weet ik, en dat gaan zien en dat verhaal over jouw bedrijf weten te vertellen. Heel veel succes op deze plek. En dank dat je mij, dat je deze mensen van dit moment deelgenoot laat zijn. Heel veel succes. Gert de burgemeester straks een klap geven op de rode knop. Een klap graag erop. Dankjewel. Super. Proost. Proost. Nou, je kunt zien, het is een geweldig mooi logo. Zijn er grote projecten in de directe toekomst? Ja, zoals ik heb aangekondigd vanmiddag, is we beginnen na de vakantie in Losser. Een werk wat we in design en beeld hebben binnengekregen. Dus we hebben het ontwerp zelf bedacht, voorgelegd en toen hebben we gescoord. Werk van 5,5 miljoen. Daarnaast een bouwhuis in opdracht einde van het jaar in Den Hoorn. Wel een grote afstand, maar toch een omzet van voor het volgend jaar voor een 14,5 miljoen alleen al een bouwhuis. Dus het wordt steeds beter en mooier. Aan de zuidkant van Almelo stroomt de Doorbraak. Een beek van 13 kilometer van de instroom bij de Lolé naar Ipelo.
Deze route van 10 kilometer is gemaakt door Waterschap Vechtstromen in samenwerking met Landschap Overijssel. We starten bij het restaurant Het Maatveld, Tussveld 31 Bonnebroek. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig. Een beek met een verhaal. De doorbraak is niet zomaar een beek. De doorbraak biedt een extra afvoermogelijkheid voor water, waardoor de veiligheid van het gebied is vergroot. De naam beek kan vragen oproepen. Een echte beek ontstaat autonoom als het water van hoog naar laag stroomt en daarbij zelf haar pad kiest. Dat doet de doorbraak niet. Ze is door mensen bedacht en aangelegd. De doorbraak volgt het spoor van bestaande beekjes en stroompjes en verbindt deze en waar nodig zijn tussenstukken gegraven. Op één plek volgt ze een ongebruikelijk spoor. Hier snijdt ze de hoge zandrug van het Krikkenhaar. De bedding is dwars door de zandrug gecreëerd. Een echte doorbraak dus. Natuurvriendenhuizen van het Nivon zijn een soort do-it-self hotels op mooie locaties. Zoals deze, Natuurvriendenhuis Krikkenhaar. De huiswacht heet je van harte welkom. Deze wandelbrug is vernoemd naar een dagelijks bestuurslid van het waterschap, Henk Holterman. Hij overleed in 2014. De wandelbrug verbindt verschillende wandelroutes in dit gebied. Het vogelkijkscherm bij de ecopassage biedt een prachtige kans voor het spotten van bijvoorbeeld de ijsvogel en de kleine karakiet. In 2008 opende staatssecretaris Tineke Huizinga deze unieke ecopassage onder de Rijksweg A35. Het is een bijzonder bouwwerk in de doorbraak. Het water stroomt er doorheen in plaats via ondergrondse buizen en dieren, ook grote, kunnen zich hier gemakkelijk verplaatsen. Hier steken we de A35 over. De RKSV Bonnebroek is een voetbalvereniging sinds 1933. Ze spelen in de vijfde klasse van de zondagsamateurs. Het sportpark Broek. We komen nu langs zorgboerderij De Zegger. Dat was vroeger een gewone boerderij met stallen. Wim en Renate Zegger werden eigenaar van de boerderij door vererving. En ze bieden nu professionele zorg voor kinderen vanaf 4 jaar en jongvolwassenen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Bij de splitsing met de Bolscher Dwarsweg blijf je de Bolscherweg volgen. 300 meter na de splitsing gaat het pad rechtsaf door het weiland. De boerderij van de familie J. Bolscher staat op een erf met een lange historie. In 1385 was de familienaam Polgersgoor. Een goor was een drassig stuk land. En vanaf 1601 wordt deze naam veranderd in Bolscher. Langs de boerderij lopend komen we uit op de Bornse straat. Hier linksaf over het fietspad.
De huidige Sint-Stefanuskerk werd gebouwd in 1856 en in 1919 tot 1920 ingrijpend verbouwd door A.J. Kropholler. Het kerkgebouw heeft thans de status van Rijksmonument. We lopen door de fraaie tuin van de pastorie en komen zo bij het enige hotel in Bonnebroek. Een insectenhotel. Op het kerkhof vinden we naast graven van Bonnebroekers ook oorlogsgraven. Verderop loopt het Brokerschoolpad. Dat pad voert ons met fraaie doorkijkjes langs de rand van Bonnebroek. Kort nadat we de bebouwde kom hebben verlaten, komen we weer bij de doorbraak die we via een opstapje bereiken. Het uitzichtspunt staat er wel, maar er waren fraaiere plekken om van de natuur te genieten. Nadat we de snelweg zijn overgestoken, komen we langs het verdeelstation van elektriciteit. Er zijn plannen om de bovengrondse hoogspanningslijnen richting de mosterdpot ondergronds te brengen, maar dat gaat miljoenen kosten. Zo komen we weer terug bij restaurant Het Maatveld. Tijd voor een verdiend kopje koffie. Drie Wapenaar maakt sculpturen die gebaseerd zijn op wiskundige figuren. Die worden opgebouwd uit identieke onderdelen. De vele verstevigingen hebben toch niet kunnen voorkomen dat de handboeien, zoals het werk wel wordt genoemd, eens van hun plaats in het water zijn gerold. Welke andere vormen lijken ook mogelijk?
70 jaar Twentse fietsvierdaagse vanuit Almelo vanaf Preston Palace. 70 jaar sportief, recreatief, door het Twentse land met natuur en cultuur. Voor jong en oud. Noteer je even in de agenda van 6 tot en met 9 augustus. Vanaf Preston Palace, 4 dagen fietsen. Ja, als er wat te doen is in Almelo, wil